In dit filmpje gaan we het hebben, zoals aangekondigd, over het massa-ontdubbelen van bestanden. Een collega van me van de GrensdataPro Helpdesk, Jacques Schouwen, die heeft voor mij alle huwelijken van Ridderkerk in één bestand ondergebracht. Dus hij heeft alle bronnen van huwactes allemaal hierin geplakt. En dat zien we ook, want als ik naar de bronnen-tab ga en ik ga helemaal naar onder, dan zie ik inderdaad 6807 bronnen staan. En die hebben allemaal een aktennummer en een datum en dat soort dingen. En dat heeft geresulteerd in 35.000, dat zien we hier, 35.000 personen. En al die personen zitten aan een bron. Hoe ziet dat er nou uit? Nou, bijvoorbeeld Hendrik, die klap ik even uit. Kijk, ik doe dit met de spatiebalk even opzij. Klap ik het uit, klap ik die uit. Als dat overlappen stoort, dan kan je met dit knopje hier zorgen dat alles weer past. Zo. En dit is typisch een huwelijk. Er is een bruid en een bruidegom. Er zijn de ouders van de bruid en de ouders van de bruidegom. Al die personen hebben één bron. Zeg je Goud bijvoorbeeld, die is de moeder van de bruidegom in het huwelijk van Lenend Cornelis de Heer. En Hendrik IJsselstein, dat is dus de vader van de bruid in het huwelijk van Lenend Cornelis de Heer. Lenend Cornelis de Heer zelf is de bruidegom in die bron. En je kan zien ook welke gegevens over die personen in de bronkoppeling staan. Namelijk van Lenend staat er zijn leeftijd. Van de relatie staat er de huwdatum. Het is een echtpaar hierin. En van de leeftijd wil zeggen dat je dus bij het huwelijk het leeftijd hebt gekregen. En als iemand, ik zal maar even zeggen, als iemand in dit geval 24 jaar oud is in 1932, dan betekent dat dat ze is geboren in 1907 of 1908. Nou, zo hebben we allemaal bronnen. Ik zal er nog een laten zien. Bijvoorbeeld Pleun, dat is dan een andere bron. Nee, niet Pleun. Want Jacques heeft al een paar zitten ontdubbelen. Dat kon hij natuurlijk niet laten, begrijp ik ook. Kijk, hier hebben we Pieternella. En ook zij hebben allemaal één bron en zitten nergens aan vast. Nou, wat gaan we nou doen? Dat heb ik geprobeerd te visualiseren in plaatjes. Dit is dus een typisch huwelijk. En we hebben er een hele hoop. Dus die zetten we erbij. We hebben daar een huwelijk en nog een huwelijk. En dan gaan we het vergelijken en dan zien we dat deze zijn hetzelfde. En deze ouders zijn hetzelfde. Want ze krijgen dus kennelijk een dochter, een zoon en een dochter. En deze ouders zijn hetzelfde. Dat voegen we allemaal samen en dan wordt het allemaal, als het goed is, één groot geheel waarbij iedereen aan elkaar vastzit op een of andere manier. Klopt niet helemaal dit plaatje, maar dat doet er niet toe. Dus, nou, hoe gaan we dat samenvoegen doen? Nou, de makkelijke, of tenminste de simpele manier is, we sorteren eerst op voornaam. Dan sorteren we op de familienaam. En dan staan van alle huizers de voornamen die hetzelfde zijn bij elkaar. Dan zet je de ene met de linkermuisknop aan de linkerkant. En de andere Elisabeth aan de rechterkant. En dan gaan we kijken of dit dezelfde is. Nou, dit is duidelijk niet dezelfde, want de geboortedatum klopt niet. Dan pakken we een andere. We hebben hier Geertje Huizer en nog een Geertje Huizer. Is dit dan dezelfde? Kijk, dit zou dezelfde kunnen zijn. Want deze Geertje is getrouwd in 1834 of 35. En deze is geboren in 1833 of 1834. Dus de overlap is 1834. Het zou dus kunnen. En dan is ze kennelijk een tweede keer getrouwd. Namelijk één keer in 1874. En de eerste keer in 1854. Maar goed, het is nog steeds een beetje vaag. Om hierop te selecteren. Om hierop samen te voegen. We kunnen een betere zoeken. Even zien, even kijken. Hier, Krijnhuis. Nee, dat zijn een hele hoop. Even eentje die een beetje apart is. Ter demonstratie. Bijvoorbeeld. Cornelia van der Hulle. En Cornelia van der Hulle. Die trouwt hier twee keer met Jan Huizer. Hoe zit dat nou? Nou, de ene keer is ze de moeder van de bruid in het huwelijk van Barend Mos. En de andere keer is ze de moeder van de bruid in het huwelijk van Marcus Bakker. Dus je kan zeggen van, hé, deze mevrouw is dezelfde. En die man, Jan Huizer, dus ook.
de leeftijd van de kinderen. Deze krijgt als eerste kind 1839 en deze krijgt als eerste kind in 1841. Alles lijkt eigenlijk wel te kloppen. Dan kies je onder combinatiehandelingen voor voegpersonen samen tot 1. Nou, weet je dat wel zeker? Vraagt hij altijd. Ja, dat weet ik zeker. En dan hebben we ineens, dan gaat hij automatisch naar de twee echtgenoten, Jan Huizen. Nou, dan zeggen we, combinatiehandelingen voegt die maar samen tot 1. Ja, dat is goed. En dan zien we dat Jan Huizen twee bronnen heeft. Hij is namelijk één keer de vader bruid bij het huwelijk van Barend Bos en één keer de vader bruid bij het huwelijk Marcus Bakker. Dus ik had een teken, dan ziet het er zo uit. Jan Huizen, ze hebben nu twee dochters. De ene dochter trouwt met Marcus Bakker. De andere dochter trouwt met Barend Bos. Dit is het idee van hoe je al die losse stukjes tot één groot bestand gaat samenvoegen. Maar we hebben wel door, als we dit met 35.000 personen moeten doen, dan zijn we nog wel even bezig. Dus wat we nou hebben gemaakt is een schermpje waarin je die dubbele kunt zoeken. Onder combinatiehandelingen, daar staat de optie zoek dubbele personen. Dat is dit scherm. Nou, wat gaat hij nou doen? Eerst stel je in hoe goed het moet lijken. Bijvoorbeeld de voornaam vrij goed, maar de achternaam moet echt behoorlijk goed kloppen. Dat is belangrijk, want hoe beter je het instelt, hoe minder je zal vinden. Maar dan zijn ze ook waarschijnlijk allemaal wel heel goed. Verder kun je zeggen dat er een datum moet kloppen tussen beide personen. Nou, dat is heel weinig zo, dus dat vinkje laten we uit. Hier kun je zeggen dat de eerste letter van de achternaam gelijk is. Dan vergelijkt hij alleen mensen met de achternaam B met andere mensen met de achternaam B. Dus boer en bakker en zo. Dat scheelt heel veel tijd, want als hij iedereen met iedereen vergelijkt, dan is hij een veelvoud keer bezig. En dat gaat exponentieel. Dus als je een bestand hebt voor 100.000 personen, dan is die wel echt een dag aan het zoeken. Je kan invullen dat de namen exact gelijk moeten zijn. Dat is nooit zo, want die namen worden altijd verkeerd geschreven. Plaisier en Huizer. Nou, je voelt de I's en de J's en de I's. Je voelt al waar het knelt. Dat is allemaal verschillend. Je kan zeggen dat je geen broers en zussen moet vergelijken. Nou, die laten we ook uit. En je wil ook aanvinken dat hij alleen personen met een achternaam vergelijkt. Want vooral in de DTB heb je heel vaak dat er heel veel Treintjes en Greetjes en Margjes zijn zonder achternaam. Nou, die wil je niet allemaal als valse dubbelen in je tabel. Wat doet hij nou in deze tabel? Hij gaat zoeken naar mensen die overeenkomen en die zet hij hierin. Persoon 1 en persoon 2. Maar hij kijkt ook of toevallig de partners al eerder zijn aangetroffen als dubbelen. En die zet hij dan daarachter. Helemaal achteraan. Hier. Maar goed, dat komt dadelijk wel. Dus hij zal in het begin weinig dubbele stelletjes vinden. Want dan vindt hij alleen maar de eerste keer dat twee mensen op elkaar lijken. Maar verderop in het bestand gaat hij dan steeds meer vinden dat de partners ook hetzelfde zijn. En dan krijgen ze een sterretje onder de P. Nou. En als je dus de dubbele opzoekt die hier een sterretje hebt, dan heb je dus mensen die op elkaar lijken, waarvan de partners ook op elkaar lijken. Dat zijn bijna altijd, niet echt altijd, maar wel bijna altijd, echte dubbelen. Nou, het zoeken duurt even. Hij gaat ook eerst een tabel maken waarin hij de namen een soort van fonetisch neerzet, zodat ze het meest op elkaar lijken. En dan daarna gaat hij zoeken. Als het een groot bestand is, dan vraagt hij of hij die neergezette fonetische namen mag hergebruiken, want dat kost ook weer tijd en dat scheelt weer tijd als je die kan hergebruiken. Ik druk op start zoeken en dan zegt hij van hé, ik heb al alternatieve namen gevonden, zal ik die hergebruiken? Ik doe nu even nee, dan weten we een beetje hoe lang dat duurt bij een bestand van 35.000 personen. Maar als je het al echt hebt gedaan net, dan kan je rustig ja zeggen. Kijk, dan gaat hij ze even maken. Het valt ook wel mee. Maar dit is een vrij goede, snelle PC. Als je een oudere PC hebt, dan kan dat lang duren. En dan gaat hij zoeken. En hij houdt bij waar hij is. Hij is nu al op 2%. En hij vindt allemaal dingen. Zodra hij hier een sterretje plaatst onder de P, wordt dit zeer potentieel met eentje verhoogd. Hij heeft er dus nu 1 gevonden. En die gaan we zo meteen ook bekijken. Maar, jullie zien al, hij is nu bij 2%. Het is wel, hij is aan het werk. Het duurt lang.
Hij is nu bij 3%. Ik wacht tot hij er 2 heeft. Dan onderbreek ik hem even. Vertel ik ondertussen nog even iets meer over dit scherm. Alle knoppen in dit scherm worden uitgelegd onder het knopje Help. Dus daar staat alles nog eens rustig uitgelegd. Deze 5 heb ik net overgeslagen. Dat is als hij datums vergelijkt. Dan accepteert hij in dit geval dus dat er 5 dagen tussen 2 datums zit. En dan vindt hij dat toch nog steeds een exacte gelijke datum. En die 5 dagen, ja, dan moet je denken aan een doop en een geboorte. Die kunnen zoveel verschillen. En het inschrijven bij de gemeente en de werkelijke geboorte kan ook allemaal verschillen. De ene die heeft per ongeluk onbewust toch de aangiftedatum van een kind nog staan ergens. En dat moet allemaal gewoon wel gevonden kunnen worden natuurlijk. Het duurt lang voordat hij de tweede heeft gevonden. Bij het vergelijken zijn er 2 methodes ingebouwd. We hebben een Liefvenstein-methode. Dat is een heel algemeen bekende methode om woorden met elkaar te vergelijken. Eigenlijk is dat een methode die zegt hoeveel stappen er nodig zijn om van het ene woord naar het andere te komen. Best aardig verzonnen. Maar we hebben ook een zelfgemaakte GensDataPro-vergelijkingswijze en die doet het iets anders. En wat je zal zien is dat soms werkt de een goed, soms werkt de ander. Je moet ze altijd alle 2 even proberen. Je krijgt iets verschillende resultaten. Nou, hij heeft al 10 zeer potentiële dubbele gevonden, dus met Escape ga ik hem even stoppen. Zo. De tabel is een hele lange en er staan heel veel neppers bij. Zoals we zullen zien. Kijk, dit zijn allemaal wat dubbele. Maar of ze echt dubbel zijn, dit toevallig wel overigens, maar goed. Want ik zie Meeuwis Visser ook dubbel is. Maar deze krijgt dan pas een sterretje zodra die bij de V van Visser is. En heeft Cornelia wel dubbel ervaren, maar Meeuwis nog niet. Dus er staat nog geen sterretje. Even kijken hoor, maar we hebben hier een Pietertje. Nou, zul je net zien, hij vindt allemaal goeie. Ja, het gaat ook wel goed hoor op zich, dit zoeken. Nou, even eentje zoeken die echt nep is, want het gros is nep. Al deze dingen, zie je hoeveel er zijn? Bijna allemaal zijn ze niet echt. Maria Bakker, Huig van der Waal. Nou, deze krijgt een kind in 1815 en deze in 1793. Zou nog wel kunnen dat het dezelfde Maria Bakker is, maar dit ga je natuurlijk nooit zomaar aannemen als dezelfde. Wil ik nou al die 11 potentiële vinden, dan kan ik klikken op de P en dan sorteert hij de tabel op het sterretje. En dan komen alle sterretjes bovenaan. Let op, ik klik nu dus hier op de P. En alle sterretjes staan bovenaan. En dan kijken we naar de eerste. Dat is Jan Dijk. Ja, het is gelijk een goeie. Je kan zien, Jan Dijk is hier de vader van. Hij is al een beetje ontdubbeld, zie ik overigens. Maar hij is de vader van de bruid Gerritje en de vader van de bruidegom Cornelis. En van hemzelf weten we weinig. Ik zie wel dat die 2 bronnen waar hij uit bestaat, in de ene heet hij Jan Dijk en in de andere heet hij Jan van Dijk. Dus daar is een van weggevallen bij deze bron. En dat kan allerlei redenen hebben. Dat kan fout staan in de akte, maar het kan ook heel goed fout zijn ingetypt door de goedbedoelende vrijwilliger. Er worden veel typfouten gemaakt door vrijwilligers. Daar kunnen ze niks aan doen. Zeker beginners. Die aan een dorp beginnen, die kennen de namen nog niet goed. Dus die doen hun best, maar het wil wel eens fout gaan. Maar de ambtenaar die in de tijd het huwelijk inschreef, kan ook een tikfout of een schrijffout hebben gemaakt. Geen tikfout natuurlijk, een schrijffout. En dan is het ook nog zo dat ik heb gehoord dat dit eigenlijk een bestand is wat uit een PDF komt. En wat dus met OCR is herkend. Nou, dat geeft ook altijd heel veel tikfouten. Dus we moeten alle schrijfwijzes met een grote korrel zout nemen. En daar moet het programma dus ook een beetje mee om kunnen gaan. Maar goed, we hebben hier de eerste dubbele. En die kunnen we ontdubbelen. Want hier is die Jan Dijk zelf de bruidegom. En hij trouwt in 1893. En hij krijgt inderdaad een kind in 1899. En inderdaad, Cornelis wordt precies geboren in 1893 of 1894. Dus dit is eigenlijk overduidelijk. Vooral omdat die Barbora, dat zal wel Barbara zijn. Nou, duidelijk voorbeeld. Dus ik wil die samenvoegen. Nou is het zaak dat als het uitmaakt,
dat je de mooiste eigenlijk wel aan de linkerkant zet, want die wordt bewaard en de ander wordt erbij gevoegd. Dus ik draai ze even om. Dat kan je met deze knop doen. Kijk, dat deed ik met deze knop. En nou is Jan van Dijk degene met het rode randje en die blijft altijd bewaard en deze komt erbij. Dus Jan en Jan, even kijken, ze staan links en rechts. Ja, Jan, ik ga met deze knop samenvoegen. Dat is overigens exact hetzelfde als dat ik hier kies voor samenvoegen. Voeg personen samen tot één. Het is alleen maar voor het gemak ook in dit scherm ingebouwd, dit knopje. Ik voeg samen. Hij vraagt: weet u het zeker? Ja, ik weet het zeker. En dan hebben we één Jan van Dijk. Die is getrouwd met een Barbara Aardoom en een Barbora Aardoom. Twee verschillende dames, maar die zijn automatisch geselecteerd. Dus ik kan zo door en ik zeg: voeg die ook maar samen? Ja. Nou kan het zijn dat hij ook nog vraagt om de relaties samen te voegen. Dat wil je eigenlijk altijd. Dus je kunt die vraag uitzetten in instellingen. Dat is namelijk alleen maar storend als je dit heel veel zit te doen. De regel is ook uit de tabel verdwenen, gewoon omdat het is gebeurd. En dan hebben we ineens nog maar één Jan van Dijk en één Barbara Aardoom. En die hebben samen twee kinderen. En aardig is, als ik die Barbara zie, dan kan ik zien dat die in deze akte Barbora wordt geschreven. En in deze, waar ze de moeder van de bruidegom is, is het gewoon Barbara Aardoom. En daar is dat. Dat er een N'tje staat, betekent dat er eigenlijk alleen maar een naam in de bron staat. En die L betekent, zoals we weten, dat haar leeftijd erin staat. Nou, die is mooi gelukt. Dat is de eerste. Dan gaan we naar de volgende. Gewoon, dat is Pietertje Buitenende. Nee, Pietertje Buitendijk. Ja, even kijken. De namen kloppen goed. Hier trouwt een bruid. En hier zijn al twee kinderen aanwezig zelfs. En Arie Willemse baas en Arie baas, ja, het is wat algemeen, maar uit ervaring kan ik wel zeggen, dit zijn wel dezelfde mensen. Dus ik voeg die ook samen. Voeg samen, ja. Nou, wordt die automatisch geselecteerd? Voeg ik ook samen, ja. Nou, als je dit niet uitzet, dan stopt hij bij het samenvoegen altijd de dingen die niet kloppen in de opmerkingen. Bij dit werk, omdat het allemaal uit wie was wie komt, hoef je dat niet echt te doen, omdat in die bronkoppelingen de oorspronkelijke schrijfwijze toch wel staat. Dus we hebben hier drie verschillende schrijfwijzes voor Arie. Hier heet hij Arij Willemse baas. In de tweede heet hij alleen maar Arij baas. En in de laatste heet hij echt Arie met IE baas. Al die schrijfwijzes van zijn naam liggen nu hiermee vast en komen ook in de uitvoer. En zelfs in de index in die verschillende schrijfwijzes. Nou, dit gaat goed. Ik pak gelijk de volgende. Ik neem altijd de bovenste, want een geslaagde samenvoeging verdwijnt uit de tabel. Dus ik kan gewoon de bovenste regel hier weer klikken. Zo. En dan hebben we over Otto Post van der Burg. Kijk, dit is interessant, want die Post die heeft hij kennelijk bij zijn voornaam getrokken. En dat gebeurt hier ook. Kijk, en dan moet je even weten, heet hij dan niet eigenlijk met zijn achternaam Post van den Burg? Maar goed, het is nu voor deze schrijfwijze gekozen. Als hij dus ergens anders bij de P staat van Post, deze Hendrik, of deze Otto, dan zal die nu op deze manier niet gevonden worden, omdat we hebben hier staan, de eerste letter van de achternaam is gelijk. Dus dat zijn dingen waar je even op moet letten. Komt heel weinig voor natuurlijk. Nou, Wijndina Boele. En hier is het ook Wijndina Boele. Het klopt gewoon. Dus ik voeg samen. Ja, Wijndina Boele. Voeg ik ook samen. Ja, oké. Waarom staan hier nou twee datums? Er zijn twee bronnen eigenlijk over hetzelfde huwelijk. Hoe kan dat nou? Nou, dat komt zo. Die tweede bron, ik zal even laten zien, die van 1923. Die klik ik dan hierheen. En dan zien we staan dat er drie personen maar aan zitten, dus ook geen ouders. En de tekst in die bron is inderdaad dat het gaat om een ontbonden huwelijk. Het is een scheidingsakte. Dat zou grensdatapro natuurlijk kunnen herkennen. Dat doet hij ook soms, maar dat soms ook weer niet. En dit is dus eigenlijk geen akte over een huwelijk, maar ik bewerk hem even en ik noem hem een scheiding.
Er gebeurt niet zoveel, want we proberen dat woord scheiding wel te vinden. Maar in Wie was wie is het gewoon een huwelijksakte. Dus Gens Natepkool wil er gewoon eigenlijk aanvankelijk een huwelijk van maken. Scheidingsakte, dat is gelukt. Daar moet ik dus de relatie nog even aanpassen, want die staat nu op 1923. En dat klopt niet. Ik hou het allemaal gewoon in beeld, hè. Dus ik ga deze relatie bewerken. Kijk. En dan maak ik ervan. Je ziet nu wel dat die datum er nog staat. Deze datum in 1923 moet bij de scheiding. Ctrl X. En Ctrl V. En dit was de eigenlijke datum die we moeten hebben. Dus die pak ik zo mee. Ctrl X. En Ctrl V. Nou, dit is nawerk. Dat zullen we uiteindelijk nog heel veel moeten doen. Maar ja, we zijn een heel dorp in kaart aan het brengen. Dus dat krijg je zo. Je ziet hier overigens het einde van de sterretjes van P al. Want we hebben hem gestopt bij 11. Dus hij heeft 11 dubbelen gevonden. Toen hebben we hem gestopt. Ik zal zo laten zien wat er gebeurt als je hem door laat lopen. Even zien. Er staan hier ook procentjes onder de D. Een procentje onder de D betekent dat er een datum enigszins overeenkomt. Als het een sterretje is, dan is het exact dezelfde datum. Als het een procentje is, dan lijkt het op elkaar. Ik zal het laten zien. Dus we hebben hier Marta Lena. En die is in 1905 of 1906. En bij de andere in 1904 of 1905. Kijk, dan zegt Gens Natepkool van ja, die datums kloppen aardig. Kan kloppen. Het is niet exact, want het is geen exacte dag. Maar hij klopt aardig. Dus dan krijg je daar een sterretje. Dus dit zijn ook vrij betrouwbare dubbelen. Kan je best wel zeggen van, oké, die gaan we zeker ook nog nalopen. Maar hier bijvoorbeeld eentje helemaal niet, want dit is Jacob Pieter van den Berg. En hier is Pieter van den Berg. Ja, dat vindt Gens Natepkool op elkaar lijken. Maar wij zien eigenlijk wel van, ja, dat zal toch wel niet dezelfde zijn. Hoewel het wel voorkomt hoor. Je weet nooit hoe iemand zichzelf noemt. Hier zien we iemand met een sterretje onder de O. Kijk, die heeft daar een sterretje. Dat betekent dat hij dezelfde ouders heeft. Dus deze Jacob Pieter en Pieter Jacob, die hebben dezelfde ouder. Ja, dat klopt. Dus dan kan je zeggen, dit zijn gewoon broers. Maar je kan ook denken van, nou, zijn dit wel broers? Kijk, ze zijn wel heel dicht bij elkaar geboren. Het zou wel eens dezelfde kunnen zijn die twee keer trouwt. Nou ja, dat is aan ons genealogen om over na te denken. En dat is eigenlijk ook het leuke werk. Nou kan je deze lange tabel, die nog veel langer wordt als je hem dus laat lopen, hè, die kun je, als het klaar is, gewoon opslaan. Dat is mooi, want dan kan je de computer uitzetten en de volgende dag verder gaan waar je gebleven was. Dus ik kan opslaan en dan slaat hij hem op. En dat heb ik natuurlijk al gedaan, want ik heb hem een paar uur laten lopen. En dat resultaat daarvan heb ik opgeslagen. Dus die ga ik nu openen. Dat zijn, die noem ik dan dub1.txt. Ja, dubbelen dus. Opent die. Duurt even. Let op, hier staan natuurlijk die paar personen die we net ontdubbelden nog wel in. Maar goed, dat is niet zo erg. We zien hier weer de hele lijst en we zien hier onderin dat hij 12.538 dubbelen heeft gevonden. Dat zijn dus 12.538 stelletjes die hij eigenlijk twee keer aantreft. Als je dat allemaal samenvoegt, dan is deze 35.000 personen dus 12.538 minder. Maar dat is niet helemaal zeker, want je hebt ook wel dat een stel wat vier kinderen heeft en alle vier die kinderen trouwen, dat stel staat er dus nog eens vier keer in. Dus dan wordt het nog minder, want dan verdwijnen allebei de stelletjes. Dus het is gewoon een beetje spannend van hoeveel gaan we nou overhalen. Moeten we deze nu allemaal gaan doen? Want dat zijn er wel een hoop. Ik wil daar even nog op wijzen hoe prettig het is om steeds direct deze grafische weergave te zien. Je ziet gewoon in één oogopslag dat het klopt. Deze Jacob die trouwt hier met Hendrika. Maar kennelijk stond in de akte dat hij daarvoor was getrouwd met Antje Dubbeldam. En dat hij overleden is. He, dat hij dus weduwnaar was. En hier trouwt hij met Antje Dubbelman, inderdaad in 1862, dat is inderdaad voor 1867. Nou ja, het klopt helemaal, dit is gewoon een mooi voorbeeld. Dus we gaan deze Jacob de Kinder, zie je, hij staat ook hierboven links en rechts, dat blijft het idee. Die gaan we samenvoegen.
voegzamen. Hé, hij zegt, mag niet. U kunt geen personen samenvoegen die verschillende ouders hebben. Nou, vroeger deed geen Statenpro daar niet moeilijk over. Dan voegde hij ze gewoon samen en dan kreeg je als resultaat dat deze ouders los bleven zweven zonder kind. En die bleven dan los in het bestand staan. Natuurlijk komen die verderop dan wel weer samengevoegd met die ouders. Maar dat moet je eigenlijk maar hopen. En in de praktijk gebeurt dat vaak niet. En heb je ineens een bestand met allemaal losse ouders die nergens meer aan vastzitten. Dus nou zegt geen Statenpro, we gaan streng zijn. Je lost het eerst maar op met die ouders. En daarna kan je de kinderen samenvoegen. Prima, dus ik zet huig links. En met de rechtermuisknop zet ik de andere huig rechts. Zie je, dus de naam is hetzelfde, maar het nummertje is verschillend. Hè? Het zijn in het bestand gewoon heel verschillende personen. Die voeg ik samen. Jannetje wordt automatisch geselecteerd. Die voeg ik ook samen. Ja. Nou, de relatie doet hij uit zichzelf. En nu kan ik Jacob doen. Oh, ik heb één keer te veel geklikt per ongeluk. Ik heb een heel gevoelige muis. Jacob. Nou, de datum, alles klopt. Dus voeg samen. Ja. Kijk, en nou is het spannend. Hij selecteert nu ook de goede dames erbij. Want hij pakt niet Hendrika. Hij heeft wel door dat het Antje Dubbeldam is, die dubbel is. Dus die voeg ik ook samen. Ja. Kijk, en nou zien we bij Antje dat ze inderdaad een bruid is in de huwelijk van Jacob de Kinder in 1862. Maar ze is de vroegere partner in het huwelijk van Jacob de Kinder op 10 mei 1867, als hij trouwt met Hendrika. Nou, zo timmer je je hele bestand dicht en alles blijft bijgehouden. Het blijft alleen een hele hoop werk, want dit zijn dus 12.000 personen. Nou, hebben we een truc ingebouwd waar je over kan discussiëren of dit nou wel klopt, want eigenlijk is de hobby die we hebben, is het samenvoegen van personen. We hebben uit verschillende bronnen verschillende personen en wij komen erachter, hé, dit is dezelfde persoon. Dat is eigenlijk de hobby. Dat het veel werk is, moet je natuurlijk niet over klagen, want we hebben een hobby. Maar als je nou zo'n dorp in kaart wil brengen, zoals ik nu met Ridderkerk aan het doen ben, en ik heb dat met meerdere dorpen gedaan, dan wil je eigenlijk snel resultaat en alle voor de hand liggende goede dubbelen. En geloof me, al deze sterretjes, die zijn wel echt. Die wil je gewoon snel ontdubbeld hebben. Dan heb je een mooi begin en dan kan je gelijk leuke dingen gaan doen. Onder speciaal hier zit de optie automatisch op gelijke partner. Wat betekent dat? Dan gaat hij gewoon al die mensen met een sterretje onder de P, die gaat hij gewoon samenvoegen. En de partners erbij ook. Dat doet hij automatisch. Hij pakt ze allemaal. Het is zaak dat je hem op de eerste zet. Want als je hem bijvoorbeeld hier neer zou zetten, hier in het midden van de tabel, dan doet hij het maar tot daar en dan houdt hij ermee op. Als je hem helemaal bovenaan zet, of helemaal onderaan, dan pakt hij ze allemaal. Nou, dat gaat best wel snel. Ik zal dat laten zien. Ik zeg speciaal, automatisch op gelijke partner. Daar gaat hij. Hij moet even de adem happen. Ja, waarom doet hij het nou niet? Even kijken, hij moet het echt doen. Ja, hij doet het waarschijnlijk niet omdat hij de allereerste niet vindt. Jawel. Nee, jawel. Nou, even nog een keer proberen. Speciaal automatisch op gelijke partner. Nou, dan begrijp ik niet helemaal. Ik zet hem even hier neer. En dan gaat hij in ieder geval deze rij even doen. Hij laat Leendert de Jong nog net staan, waarschijnlijk. Speciaal automatisch op gelijke partner. Kijk, Leendert de Jong staat nog net hier. Ze heeft al die voorgaande wel gedaan. Maar waarom hij dat niet automatisch doet, weet ik ook niet. Misschien moet ik nog een keer sorteren op de P. Nou, hoeft niet, maar goed. Speciaal. Automatisch op gelijke partner. Oh, nou gaat hij ze allemaal doen. Kijk, nou gaat hij ze allemaal doen. Je moet dus dat sorteren doen. Kijk. Steeds als je even groen ziet, dan is hij de relatie aan het ondubbelen. En nou ga je lekker koffie zetten. En filmpje kijken. Want hij is al even bezig.
Maar stel je voor dat je dit allemaal met de hand moet doen. Nou, dan ben je weken, zo niet maanden bezig. Mensen maken er een levenswerk van, hè, zo'n heel dorp samenbrengen. Nou, het gaat allemaal wel heel lang duren zo. Wat hij doet is, hij pakt steeds de stelletjes. En als ze verschillende ouders hebben, dan kan hij natuurlijk niks doen. Maar dan slaat hij hem gewoon over en dan pakt hij gewoon de volgende, totdat hij twee personen heeft die hij kan samenvoegen zonder dat ze gestoord worden door ouders. Is hij daar onderaan gekomen, dan begint hij automatisch overnieuw. En dan zijn namelijk ondertussen de ouders allemaal samengevoegd, dus kan hij die kinderen, die eerst nog aparte ouders hadden, kan hij nu wel samenvoegen. En dat blijft hij zo doen, totdat hij uiteindelijk helemaal niemand meer kan samenvoegen. Dus die hele 12.538 dubbelen die hij heeft gevonden, worden ook allemaal ontdubbeld uiteindelijk. Daar kunnen we nu natuurlijk toch niet op wachten in dit filmpje. Dus met escape onderbreek ik hem. Zo. Moet hij weer even ademhappen. Werkt hij alles bij. En we zien, als je nou op deze knop drukt, daarmee ververs je even alle indexen en bronkoppelingen. Dan zien we nu dat we nu ineens nog maar 34.713 personen hebben. Dus we hebben er al eventjes zo'n 300. Zijn we kwijtgeraakt. Nu al. Hebben we eigenlijk niks voor hoeven doen. Ik heb dat natuurlijk allemaal al een keertje helemaal laten uitlopen. Dus dat bestand ga ik nu openen. Ik sluit deze even. En dan zeg ik bestand. En dat heet Ridderkerk 4. Is dat niet opgeslagen? Wil je het opslaan? Nee, ik hoef het niet op te slaan. Jullie slaan natuurlijk wel op. Maar ik hou dat bestand Ridderkerk 1 natuurlijk even zuiver. Want daar staat alles nog min of meer los. Na heel veel werk heb ik dus uiteindelijk het terug kunnen brengen tot 21.000 personen. En denk eraan, dit zijn alleen maar de huwelijken. Ik krijg natuurlijk nog van Jacques de geboortes en de overlijdens. En als het even mee zit, ga ik ook proberen de DTB te pakken te krijgen van Ridderkerk. Want dan heb je net, dan ben je net wat verder terug dan die 1811 waar de actes een beetje beginnen. Nou, we hebben er nog maar 11.674. Ik kan nog steeds even gaan zoeken. Zoek dubbele personen. En wat we bijvoorbeeld nu kunnen doen om te spelen gewoon, is we zeggen nu, oké, we gaan dit allemaal aan veranderen. De voornaam moet een beetje kloppen en de achternaam hoeft bijvoorbeeld helemaal niet meer goed te kloppen. Stel je voor, dan zeggen we die achternaam is minder belangrijk eventjes. Even voor de gein, kijken waar die mee komt. En ik zeg start zoeken. Nou, moet hij weer even ademhappen. En daar gaat hij. Nou, hij vindt wel een hoop dubbelen. Ook wel met datums, zie ik, die overeenkomen. Het zou leuk zijn als hij met een bakker kwam. Wat je toch wel aantreft, is dat je een huwelijk vindt waarbij eigenlijk alle voornamen kloppen van de bruid, van de bruidegom en van alle ouders. Dat de voornamen kloppen en de achternamen zijn dan helemaal anders. Het gebeurt gewoon wel eens dat zo'n hele familie besluit om een andere achternaam te nemen op een of andere manier. En dan is het wel leuk als je die op deze manier bijvoorbeeld wel vindt. Ik had dat in Uden, dat is natuurlijk in Brabant. En dit is in Ridderkerk. Ik heb het in Ridderkerk eigenlijk nog niet gezien. Maar je ziet wel dat namen veranderen. Hè? Bijvoorbeeld die post die we net hadden. Post van den Berg. Ja, een keer laat iemand dat post vallen of het wordt verkeerd opgeschreven. Zo ontstaan die dingen. Nou, hij vindt zo gauw niks, lijkt het. Wat ik doe is, ik pauzeer even en dan ben ik zo meteen terug. Zo, daar zijn we weer. Ik heb even een boterham gegeten. Ik heb niet echt 3 uur gewacht, maar hij heeft resultaten gevonden. Zie hier. En ik heb hem onderbroken hoor. Ik heb hem niet uit laten lopen, want dan is hij wel heel lang bezig nog. Maar hij heeft 29 stelletjes weer gevonden. Dit is er niet één van, want dit is gewoon degene waarmee hij eindigde. Om dus die stelletjes boven tafel te krijgen, sorteer ik eerst op de P. Dan klik ik dus weer hier en dan staan ze allemaal bovenaan. En ik ben benieuwd wat het wordt, want we hebben die achternaam heel laag gezet. Dus er gaan heel veel waardeloze dubbelen in zitten. De eerste is deze. Kijk, dat is een ingewikkelde al. We hadden al een hoop ontdubbeld. En
Dit is een goed voorbeeld van, ja, leuk geprobeerd. De namen lijken wel een beetje, Cornelia Punt en Cornelia Put. En ze zijn allebei getrouwd met Willem van Driel. Maar dit zijn verschillende dames. Nou, waarschijnlijk. Misschien niet eens, maar zo te zien wel. Want zij heeft als vader Cornelis en als moeder Lena Adriana. Dat klopt helemaal niet hiermee, dus het zijn duidelijk verschillende dames. Ik begrijp niet hoe mensen dit werk kunnen doen met die tabelletjes. Dit grafische weergave, dat is toch dat is toch onmisbaar. Deze is dus niks. De volgende. Cornelis de Boer en Leendert Cornelis Boy. Kijk, hij vergelijkt dus die voornamen allemaal los. En hij ziet gewoon Cornelis Cornelis, dus hij denkt dat is dezelfde. Pieternelle Baris en Pieternelle Bakker. Zeg nou niet gelijk, hè, wat stom van geen Statenpro. Dat zie je toch zo dat dit geen dubbele is. Het is eigenlijk best aardig gevonden. Het had er eentje bijna kunnen zijn, maar het is natuurlijk niet zo. Ik hoop wel dat er daar nog eentje bij zit. Arie Bloot leek natuurlijk op Arie Boer. We snappen hem. En Grietje Boon en Bos. Nou, wat hebben we nog meer? Cornelia van Giessen. Kijk, deze is bijna interessant. Maar Arie van Die en Arie van Driel. Daarvan weet ik nou net. Dat zijn echt twee verschillende families. Van Driel en Van Die is niet hetzelfde. Dus we gaan weer door. Pieter Dirks, Peter van Dijk. Nou, kijk, als zijn vader Dirk van Dijk heet, dan zou dat kunnen kloppen. Maar die Maria Huisman en de Hulu klopt niet. We gaan door. Kan vrij snel gaan hoor, dit. Pieter Huurman Huizen, nee. Greet Kruithof, Geertje Kroos, nee. Ik kijk meestal gelijk naar de partners of die een beetje kloppen. Nou, dit lijkt helemaal niet. Bezemer Bosman, Jan Kroonen, Jan Kroos. Ze zijn op zich aardig gevonden. Elisabeth Bijl en Boer, nee. Deze is interessant. Nee, ook niet. Nou, Baas, nee. Haan, nee. Barnhart, nee. Jannetje, Lodder, nee, helemaal niet. Pors, Lene Willemine Pors en Arie Molenijk. Dit is er één. Waarom vond ik die nou niet eerder? Dat kan ik niet zeggen. Ik zie wel dat de Aries allebei ouders hebben. Dus misschien dat hij hem daarom nooit heeft. Omdat die ouders. Nee, die ouders zijn al samengevoegd zelfs. Nou, dus deze is kennelijk met al onze eerdere pogingen over het hoofd gezien. Dus die kunnen even naar die Wilhelmina kijken hoor. Die is toch exact hetzelfde. Waarom heeft hij die daar niet eerder gepakt? Lena Wilhelmina. Hier staat Wilhelmina en hier staat Wilhelmina. Oh, dus deze doen we even zo. Toch weer eentje gevonden. En dat blijft dan een feestje. Hè, als je toch weer een akte vindt die hetzelfde is. Arie Molendijk. Voeg samen. Ja. En we hebben weer wat. Iets minder personen. Hè, we hebben nu 21.674 personen. Even kijken wat we erbij kunnen houden. Gaan we door. Deze is er geen. Willem Plezier en Plantvever. Ja. Ik snap dat hij het vindt. Olaf van Pelt. Kijk, een Lijsbeth Huizer. Dit is er weer één. Ja, weet niet waarom hij die eerder niet vond. Maar vinden we niet erg, want we hebben hem nu. Dus ik voeg het samen. Ja. Hij pakt automatisch de Liesbetten samen. Ja. Doe maar. En dan hebben we weer een paar minder personen. Kijk, dit blijft nog hetzelfde. Maar als je even hierop drukt, op die verversknop, dan werkt hij dat weer bij. En dan zien we, hebben we nog maar 21.670. Nou, gaan we door met de volgende. Dit is er geen. Hoewel. Nou, het is er geen. Nee, kijk, dit klopt niet echt. Die wordt geboren in 1850 en die in 1806. Daar zit dus 44 jaar tussen. Dat zal wel niet dezelfde zijn. Even terugkomend hierop. Deze Pleun Nouwe, zijn vader zou natuurlijk Nouwe Notenboom kunnen heten. Want Nouwe is eigenlijk een patroniem. Maar goed, even kijken. Arie van der Staaien van der Stel is niet dezelfde. Schermbeek Schipper, nee. Volgende, Sparreboom. Kijk, ook interessant. Bijna, Pietertje Pijl en Penning. Daarvan weet ik ook, dat zijn echt verschillende families. Maar toch mooi gevonden. Arie Roos,
Jan Ariso Roos. Maaike, kijk, 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 kijk. Deze is nou interessant. Kijk, die heet natuurlijk Jan Arise Roos. Maar hier heet die Ari Roos. Dat is gevaarlijk. Die gaan we nog niet samenvoegen. Maar eigenlijk klopt alles wel. Want je ziet dat die leeftijden, die Maarten en die Maarten, klopt ook met elkaar. Ik geef toe. Ik zou het misschien niet gelijk doen, maar het is, ik denk dat er uiteindelijk uit gaat komen dat dit dezelfde Ari is. Die hier Jan heet en daar Ari. En wat je dan doet is, in welke akte staat hij? Oh, in het huwelijk van Maarten. Je hebt hem zo gevonden op Wie was wie. En daar staan heel vaak de echte scans bij. En dan pak je die scans erbij en dan zul je zien dat hier Jan Arise staat. Dus dat het een zoon is van Ari. En dat hier iets fout is geschreven. Nou ja, ik weet het niet. Dat is eigenlijk nader onderzoek. Je kan dan zeggen, zet het stel opzij. Kijk, dan komt hij hierbij. Dan kunnen we hem later nog eens terugvinden. Maar dat is op een gegeven moment ook geen gedoe. Veel te veel gedoe. Daar hou je ook vanzelf mee op. Even kijken, we gaan nog even verder. Of we er nog eentje kunnen vinden die echt grappig is. Willem Stok, nee. Arie Monster, nee. Sluis Staai, nee. Zwart Smaling, nee. Jacob van den Berg, Bervoets, nee. Van den Berg, Pieter van den Berg en Pieter van den Berg, nee. Maar, kijk, je ziet wel, nee, dat is nou een mooi voorbeeld. Pieter van den Berg is geboren in 43 of 44 en hier ook 43 of 44. Maar die ouders zijn helemaal anders. Dus dat is echt nooit dezelfde persoon. En zo zie je maar dat je moet oppassen. Als er niet ook een partner klopt, dan kan je echt niet zomaar mensen op een jaartal en een naam samenvoegen. Dus ook deze. Oh, we zijn overigens al door de sterretjes heen. Kijk, hier. We hebben alle sterretjes gehad. We kunnen nog even kijken of er ook mensen zijn die dezelfde ouders hebben. Ja, die zijn er. Deze bijvoorbeeld. Hier hebben we Willempje Penning en Willempje Penning. En die hebben dezelfde ouders. Daarom heeft hij daar een sterretje. De partners kloppen dus niet. Maar de ouders wel. En de naam klopt ook. Nou, dan kunnen het tweelingen zijn. Maar in dit geval is het gewoon eigenlijk toch wel duidelijk dezelfde persoon. Dus de partners niet, maar de dames zelf wel. Dus die voeg ik samen. Het is weer een feest. Weer eentje minder. Kellek trouwt zij twee keer. Volgende. Neeltje Hoijmeijer en Neeltje Hoijmeijer. Ja, dat is ook duidelijk weer dezelfde. Dat is gewoon, dat zijn geen zussen. Wat ik wel heb meegemaakt, met name in Udeveel, is dan zie je dat er, als je alleen maar met de huwelijken bezig bent, dan heb je nog geen geboorteactes. En dan trouwt er op een gegeven moment een Theodora, geboren in 1820. En er trouwt een paar jaar later een Dorothea. Een Theodora en Dorothea, ja. Zijn dat zussen? Of is dat dezelfde persoon als het jaartal klopt? En je snapt wel, die wordt natuurlijk op straat gewoon als Doortje aangesproken. Of als Thea. En dat geldt voor allebei. En dan staan ze daar op het huwelijk. En dan weet eigenlijk niemand meer, was het nou Dorothea of Theodora? Als die ouders er niet meer zijn of zo. Dus dan wordt er eigenlijk maar wat opgeschreven. Dus dan moet je allemaal goed over nadenken wat je daarmee doet. Ik zou het niet te gauw samenvoegen, maar op een gegeven moment wil je het toch wel samen hebben als het hoort. En dan, ja, dan heb je er gewoon de geboorteactes nodig, want daarop staat of er wel of niet. Of tenminste, daarin zie je twee actes voor een tweeling, of je ziet er maar één. Dus die was wel goed, dus die ga ik nog even samenvoegen, want het vind ik wel dezelfde. Neeltje. Nou, die heren zijn natuurlijk niet hetzelfde. Maarten Bakker, jaartal klopt. Ouders kloppen. Ik voeg dat samen. Ja. Ik ga natuurlijk wat snel door de bocht. Maar ik wil gewoon een beetje vaart maken. Anders, als je dit echt met de hand doet. En wel zorgvuldig hoor. Maar dan krijg je het gewoon niet af. Dan ben je daar gewoon jaren mee bezig. En ik ga dit bestand, als ik dadelijk die geboorteactes heb en de overlijdensactes, dan wordt het natuurlijk een heel mooi cadeautje voor die oudheidkamer van Ridderkerk, waar ik nog wel eens kom. En die hebben heel veel foto's van mensen, dus dan gaan we al die foto's erbij stoppen bij die ridderkerkers die er allemaal zijn. En dan wordt het een mooie website uiteindelijk. Kijk, deze mevrouw, Maria Koedoot, die trouwt dus maar even drie keer. Kan dat wel? Ja, is niet onmogelijk. Die jaartallen liegen er niet om. Dus ik voeg samen. Ja, we gaan weer even verder. Even kijken. Cornelis van hetzelfde. Ja, die is duidelijk hetzelfde. En die Anna van Pelt staat er zelfs ook allebei de keer. Dus die had hij eerder moeten kunnen vinden. Want die K en die C, dat snapt de ondubbelaar wel.
Nou, hier kan je ook weer iets anders mooi zien. Wat is er nou zo leuk aan die of-datum? Deze Cornelis is geboren in 1829 of 1830. Deze Cornelis is van 1830 of 1831. Dus als ik die samenvoeg, dan komt eruit dat hij precies in het jaartal 1830 is geboren. Want dat is de overlap. Dat kan dan niet missen. Dus ik voeg dat samen. Ja. Hij pakt automatisch Anna van Pelt erbij. Die is inderdaad overleden voor 1861. Ja, dat staat hier ook. Ik voeg samen. Ja, hij pakt alle goede dingen wel op. Nou, even kijken wat hij nou doet. Hij wil nog wat gaan samenvoegen, maar dat kan niet. Doe maar, ik weet niet. Zo, prima. Janne de Ruiter. Jaartal klopt. Trouwt hij 3 keer. Op zich is dat mogelijk. De ouders zijn al hetzelfde. Die ouders zijn niet zomaar hetzelfde. Hè? Diezelfde ouders zijn dus genoemd in haar en deze trouwakte. Maar ook in die trouwakte. Dus daarom hebben die ouders, zijn die ouders al samengevoegd. Ik voeg ze samen. Ja. En die is dus 3 keer getrouwd. Even zien, Willempje van Nes, Cornelis de Waard. Ja, dit is feest. Voeg samen, ja. En dat vinden we nu allemaal, omdat hij dus dat procentje onder de D heeft. Daarom zijn dit allemaal van die kansrijke dubbelen. Kijk, hier hebben we Johanna Cornelia Flohil en hier hebben we Cornelia Hendrika Flohil. Het jaartal klopt aardig, maar dit zijn gewoon 2 zussen. En misschien tweeling, maar dat weten we niet zeker. Er is wel 1 jaar overlap, dus het zou kunnen. Het kunnen ook 2 verschillende zussen zijn. Janne Gerijsdijk, jaartal klopt. De trouwdatums kunnen kloppen. Nou, voegen we samen. Zo. Nou, als ik hem helemaal had laten lopen, want hij heeft nu maar... Ik heb hem nu op een gegeven moment onderbroken. Kijk, Matthäus Kranendom, dat is natuurlijk geheid dezelfde. Dan vind je er zo nog een stuk of nou, misschien wel 200. En het doel is gewoon om iedereen te ontdubbelen. Jacob Pieter van den Berg en Pieter Jacob van den Berg, ook weer een leuke. Is dit nou, het zou dezelfde vent kunnen zijn, maar daar hebben we gewoon te weinig bewijs voor hier. Dus die vader heeft misschien inderdaad zijn ene zoon Jacob Pieter genoemd en de andere Pieter Jacob. Hij heette zelf immers Pieter, dus dat is niet onlogisch. We kunnen even voor de aardigheid kijken hoe die opa's heten. Ja, daar hebben we Jacob en dan zal hier op Pieter staan. Ja, Pieter en Jacob. Kijk, alles wordt keurig vernoemd. Het is toch fantastisch leuk om het zo te doen. Even zien. Arij van Oort. Hier zonder D. Jaartal klopt. Ja, dit is, ja, die ouders klopten kennelijk ook. Nou, weet je, ik voeg ze samen. Als nou later blijkt dat dit toch 2 broers blijken, dan krijg je het wel weer uit elkaar, hoor. Dat is wel pluizen. Dan moet je even... Even goed naar kijken. Maar als je het zo grafisch voor je ziet. En je ziet 1 blokje van. Hé, dat is eigenlijk 2 verschillende personen. Dan krijg je het wel uit elkaar. Arie Gijsbertus en Gijsbertus Cornelis. Of zo. Nou, kijk, het overlapt hier. Als je dat dan niet mooi vindt. Dan kan je met deze knop altijd alle teksten krijgen. Maar dan wordt het wel veel breder van. Nou, dit is niet dezelfde. Dat is duidelijk. Hoewel het jaartal wel klopt. Maar nee, te weinig gegevens. Als nou blijkt dat hij bij dit huwelijk een weduwnaar was van Cornelia Stok, dan weten we meer, maar die gegevens hebben we niet, dus we doen het niet. Hendrika Zeedijk, dat is duidelijk dezelfde, voeg samen, ja. En zo wordt je bestand kleiner en kleiner. Jacob Arie Slikkerveer of Arie Slikkerveer, ja, die is weer gevaarlijk. Dat vind ik, die ga ik niet samenvoegen, dan weet je nooit hoe het zit. We kunnen even kijken hoe het zit met die ouders. We hebben hier een Jacob, en dan is dat vast hier... Lydia heeft vast als vader een Arie. Even kijken hoor. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet, want ze weet niet of het het eerste kind is. Nee, het is Gerrit. Nou ja, dan is Arie ergens anders een familielid. Ik doe deze niet. Maria Johanna van Es en Johanna Maria van Es. Nou, dit vind je heel vaak. Wat moet je hier nou mee? Ik laat het maar zo. Ik ga dit nog niet samenvoegen. Er moet meer informatie bij, maar dat komt nog wel een keer.
Even kijken, Helena, Elisabeth en Johanna. Helena, nee, dat is hem niet. Even kijken, Johanna, Bastiaantje en Bastiaantje. Ja, zie je, de datums kloppen, maar de voornaam niet genoeg en de partners al helemaal niet. Oh, dat is een ingewikkelde, die is heel breed. Grietje van het Hof. Kijk, datums kloppen en de naam klopt en de ouders kloppen. Maar dan zou die dus 4 keer getrouwd moeten zijn. Dat is wel gortig. Even kijken, want het staat een beetje schots. Zo, even kijken, wat vinden we daarvan? Even een beetje mooi zetten. Dus uit dit huwelijk met Arie heeft ze een Arie Bastiaan. En uit het huwelijk met Cornelis heeft ze een Pieter. En dan zou ze eigenlijk dus in 1975 nog een keer getrouwd zijn. Ja, ik denk dat het er gewoon wel is. Ik voeg hem gewoon samen. Voeg samen, is ze 4 keer getrouwd. Oké. Okay. Nou. Het is mooi geweest zo, jullie begrijpen de lol. Ik ga deze wel even opslaan. Nee, hoeft niet, want ik heb me heel kort laten lopen. Ik ga het bestand wel even opslaan. En dan noem ik het even opslaan als. Kijk, en ik sla eigenlijk heel vaak op en dan ook onder een andere naam. En dan noem ik deze Ridderkerk 5. Dat kan omdat ik geen dossier heb. Ja, ik heb wel een klein dossiertje. En die kopieert hij tegenwoordig mee. Dus dat kan wel. Maar maak in ieder geval veel backups. Want als je op een gegeven moment toch erachter komt dat je iets hebt samengevoegd, wat niet meer uit elkaar te pluizen is, dan wil je eigenlijk gewoon terug kunnen stappen naar een backup van gisteren. En dan moet je wat overnieuw doen, maar dan heb je geen grote ellende in ieder geval. En ellende valt ook altijd wel mee, want je kan altijd verwijderen en opnieuw invoegen. Maar, enfin. Doe maar die dossierman. Nee, kijk, daar zijn we Ridderkerk 5. Nou, wat is nou leuk om te doen? Bijvoorbeeld. Oh, deze ging toch samenvoegen? Ja, ik geloof het wel. Doe maar even zo. Combinatiehandelingen voor personen samen tot één. Ja. Opsa. Kijk, die Grietje, die heeft nu 4 relaties. Maar je kan zien, die staan helemaal niet op volgorde. Dat doet geen zaad op. Oh, ze staan overigens nou toevallig wel op volgorde, zie ik. Maar dat is niet altijd zo. En die kinderen staan ook vaak niet op volgorde. Dat is gewoon namelijk de volgorde die ze in de database krijgen. En dat is logisch, want er is niet altijd de geboortedatum en dan weet je de volgorde niet. En dan moet je die dus met de hand zelf kunnen instellen. Als je alleen maar vertrouwt op het sorteren, dan heb je dus problemen met kinderen die geen geboortedatum hebben. Maar goed, als je het even snel allemaal enigszins op orde wil hebben, dan staat er onder optie de optie... sorteer kinderen en relaties. Nou, dan is hij even bezig. Ja, is goed. Hij zegt ook van alles zonder datum komt onderaan. Ja, dat is goed. Het is niet helemaal logisch, want het is meer voor de hand dat alles zonder datum bovenaan staat. Want hoe ouder, hoe vager de gegevens. Maar goed, hij moet ergens voor kiezen, dus we hebben dit zo ingebouwd. Ja, hij sorteert heel wat kinderen. Nou zien we hier die gekleurde getalletjes altijd. Als het groen is, dan gaat het om een relatie. En als het rood of blauw is, dan gaat het om een man of een vrouw. En het voordeel is, je kan er dus met 1 klik heen. Als ik hier zo op klik, dan kom ik bij Maria Koedood, die we net inderdaad zagen. En die is inderdaad 3 keer getrouwd en het staat nu keurig op volgorde. En deze meneer, wie is dat? Dat is Matthäus Kranendonk. Staat op volgorde. Dus dat is wel mooi. Sla ik maar weer even op, want we hebben wat veranderd. Nou, wat kunnen we nog meer voor grappen doen? Erg leuk is om nu te zoeken in zo'n bestand. Als je dus een heel dorp hebt ingevoerd en het klopt allemaal. Stel je voor dat je ze allemaal echt hebt kunnen matchen. Pas dan kan je echt goed statistieken bepalen over hoeveel kinderen gemiddeld per gezin. Wat is de tijd tussen 2 kinderen gemiddeld per gezin? Wat is het aantal huwelijken dat iedereen gemiddeld aanging? Nou, al dat soort statistieken kun je pas opstellen als je zo'n bestand, zo'n heel dorp hebt samengevoegd. En dat wordt hier op een gegeven moment dan weer mogelijk. Die optie komt er ook aan in Gens Data Pro, maar die is nog niet live. Even zien. Een van de leuke dingen is, we gaan even zoeken naar de stamjongste. Wat is de stamjongste? Dat is de persoon in het bestand met de meeste voorouders. Klinkt eigenlijk logisch. Die optie zit erin, zodat je van een bestand wat je niet kent, even heel snel kan zien waar er een leuke kwartierstaat van te maken is. Dus ik ga even zoeken. En dan komt die met een aantal kandidaten. Deze persoon heeft 19 voorouders. Maar deze persoon heeft 5 generaties terug en deze heeft er 6. Oh, deze heeft 24 voorouders. Ja, die Cornelis Kok. Die Willem Rijper weet ik er ook. Die zal ik eens even pakken. Zie je, met 1 klik hier op dat nummertje krijg ik hem hier in beeld. Willem
Pijper. Pijper is het. En dan ga ik zeggen, uitvoer, maak daar maar eens een cirkeldiagram. En dan krijg je dit. Ik zet altijd de kleuren maar even aan. En dan zie je dat die gewoon 1, 2, 3, 4 generaties komt helemaal uit Ridderkerk. Het is een ontzettende Ridderkerken. En dan de vijfde generatie komt voor de helft helemaal uit Ridderkerk. Dus deze man is echt, of vrouw, dit gezin moet ik eigenlijk zeggen, is ontzettend Ridderkerks. Nou, dan, als je hem dan kent, of iemand die Pijper heet, dan vind je dat natuurlijk wel leuk om te weten. Van, goh, zoveel generaties al in Ridderkerk. Alles ook in Ridderkerk, hè? Niet alleen maar je vader. Even over dit diagram. Je ziet dat het vrij grof is. Dat is voor de snelheid. Je kan hem op schets zetten. Dan is die al wat mooier. En je kan hem nog eens op productie zetten. Kijk, dan zijn het echt mooie ronde letters. Dit is als je hem heel groot gaat printen. Je kan wat zeggen over die afstand. Hoor. Even kijken. Waar kan je, dat? Je kan van alles instellen. Lijndikte, hoek, delta. Dat is die 1. Dus die zet ik even op 2. Kijk, dan worden de lijntjes ertussen wat dikker. Wat mooier. En als je dit groot print, dan worden dat mooie plaatjes. Maar dit is dus een ontzettende Ridderkerker. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Die product, die zeer hoog, die is echt voor mensen die hem op A0 willen afdrukken. Maar dan moet je echt een hele goede computer hebben, want gewone computers die crashen daarop. Dan maakt hij zo'n groot plaatje aan, daar kunnen gewone computers vaak niet goed tegen. Je kan hier nog meer instellen. Je kan zeggen, ik wil de binnenste cirkel gevuld met een kleur. Even kijken hoor. En die kleur is dan in dit geval wit, maar die wil ik dan bijvoorbeeld groen. Zo. Nou, ziet er niet uit. Maar zo kan je allerlei dingen instellen in deze figuur. Dit is het cirkeldiagram. En zo hebben we heel snel gevonden wie de jongste vent is in de stamboom. En de ridderkerkste ridderkerker. Zo heb je natuurlijk ook zoekstam oudste. Nou, dan komt hij weer met een lijst. En dan is er hier een meneer. Arie Plaisier was te verwachten. En die heeft 40 nakomelingen. Dus dat is deze kerel. Nou, die begint zelf gelijk met 4 kinderen. Waarvan er 2 mannen. Dus alleen die mannen die leveren al die nakomelingen. En dit moet dan dus heel erg breed uitgeklapt kunnen worden. Tot een enorme stamboom al. Die we eigenlijk zonder een letter te hebben hoeven typen. Helemaal er al in hebben zitten. Nou. Dit gaat maar door zo. Jan Plaisier. Cornelia Plaisier. En dit is dus een mooie kandidaat om een genealogie van te maken. Dus ik kan bijvoorbeeld naar die Arie Plaisier. Dan zeg ik uitvoer. Genealogie. Per generatie. Doe maar. Dan kan ik een hoop dingen instellen. En dan is er één ding bijvoorbeeld wel belangrijk. Bij rapportage, bij de bronnen. Het is altijd even zoeken waar het allemaal staat. De bronnen, als je die aanvinkt, dan komen die zo meteen heel leuk terug. Hij moet er even over nadenken. Er komt nog een filmpje aan over de rapportage, want daar heb ik nog niks over laten zien. Dus we houden het even een beetje eenvoudig nu. Je krijgt bij een uitvoer altijd eerst een voorscherm, dat is een voorbeschouwing van hoe het eruit gaat zien. Kijk, en dan zie je hier dat deze Arie wordt ook geschreven als Arij. Plaisier en ook wel met een Z. En dit zijn alle bronnen waar die in staat. En die trouwt met Jannetje en is ook wel Jannetje, Bulsing. Maar ook ergens heet die Bulsing met een Z. Daar hebben we ook weer bronnen van. En uit het huwelijk komen die kinderen. Overal staan de bronnen bij in generatie 2. Dan moet je kijken, wat een enorme lap. En dat is gewoon een boek waard bijna. Het is natuurlijk een beetje saai, want dat zijn alleen maar jaartallen en plaatsnamen. Maar het is toch niet gek. En dan komen hier de sectie bronnen. Die ledige codes hier, die verdwijnen als je het opent in Word. Maar die staan hier even om het te laten zien. Ik heb een mooi lettertype gekozen. Dat kies je in dit scherm. Dat heb ik al eerder verteld. Lettertype kan je zeggen van, ik wil graag... Ik vind die Boekman Old Style mooi. Deze is ook wel aardig. Kijk, een ander lettertype. Dat is iets zakelijker. Het lijkt een beetje op Arial. Nee, ik ga toch weer terug naar die Boekman Old Style. Lettertype Boekman Old Style. Niet Boek Antica, want die is weer heel, heel onleesbaar. Wel mooi, maar onleesbaar. En dan zet ik hem iets klein. Lettertype 11. Oké. Volgens mij heb ik nou die verkeerde genomen. Nog een keertje. Nee, Old Style. Oké, nee, ik heb hem op 11 gezet. Dat is de reden.
Nou, dit is dan de voorbeschouwing. Ga ik hiermee nou naar Word? Maar dat gaan we in een volgend filmpje uitgebreider doen. Dan staat hij, als je Word hebt, Microsoft Word, dan staat hij open in Microsoft Word. Als je nou Word Perfect hebt, dan staat hij open in Word Perfect. Het is gewoon het programma wat Windows bij u op de PC als tekstverwerker gebruikt. Nou, even kijken hoe dat eruit ziet. Dit is je verhaal. Staat kant en klaar. En nu zien we aan het eind, zien we dus die bronnen. Er staat niet meer dat gekke woordje section break. En we hebben hier de bronnen. En we hebben hier de index staan. Daar ga je staan. En daar kies je dan voor verwijzingen. Index toevoegen. En dan vink ik dit altijd nog aan in Word. Want er worden die paginanummers mooi aan de rechterkant gezet. Akkoord. Kijk. Complete index van alle bewoners van Ridderkerk. Die ooit getrouwd zijn natuurlijk. Mensen die nooit getrouwd zijn staan hier niet in. Nou, dan hoor ik vaak van, goh, die bladzijnnummers kloppen niet. Er staat niks in. Kijk, hier staat, even kijken hoor. Gerrit-Jan, zoon van Arie Plezier. 1 bladzijde en daar staat niks. Nou, dat komt omdat je moet dat nog even updaten met F9. Ik selecteer alles met Ctrl-A. Dan doe ik F9. En dan staat er bladzijde 1. Dat is gewoon Word, moet dat even updaten. Die weet ook niet hoe die pagina's komen namelijk. Dat kan je van tevoren niet zien. Kijk, het klopt helemaal. Ridderkerk. Kijk, zoon van Arie, bladzijde 2. Enzovoort, 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 enzovoort. Ik ga hem even goed ver weg. En als het goed is aangevinkt, dan kun je ook op die links klikken. Even kijken. Bladzijde 6. Opsa. Nee, dat heb ik niet aangevinkt kennelijk. Of wel? Nee. Even kijken. Nee, dat lukt niet. Maar je kan het aanvinken. En de PDF die je dan van maakt, wordt ook klikbaar. Dus dat is, want je kan in Word gewoon weer zeggen bestand opslaan als. En dan kies je gewoon, wil je eerst zeggen waar. En dan kies je hier voor PDF. Maar dat is allemaal voor een volgend filmpje. PDF. En dan maak je er een PDF van. Dat is allemaal voor een volgend filmpje. Want je moet er eigenlijk ook eerst een Word document van maken. En als je de foto's in hebt staan, moet je die foto's allemaal verbreken. Dus dat leggen we allemaal later nog uit. Wilt u opslaan? Niet opslaan. Kan ik? Oh ja, nog één ding is wel aardig om te laten zien. Er zit hier een optie met zoek kwartierherhalingen. Dat is een goede check. Want als die het niet goed doet, dan heb je een foutje gemaakt. Maar ik weet dat ik het goed heb gedaan. Dus. Maar als hier dingen staan van cyclisch, dan heb je ergens per ongeluk toch een opa samengevoegd met zijn eigen kleinkind. Klinkt eng, maar dat gebeurt gewoon wel eens. En dan moet je dat herstellen. Maar dat is hier niet aan de hand. En dit zijn dus de kwartierherhalingen, denk ik. Maar hier trouwt een achterneef en een achternicht. En hier, nou, deze trouwt een beetje, ja, hier slaat de generatie over. Dat kan gewoon. En dit zijn leuke plaatjes om te laten zien aan mensen. Dat is altijd een beetje mooi. Met spatiebalk duw ik het naar rechts. En even kijken hoor, of we nog een kleinere kunnen vinden. Die waren er wel hoor, in Ridderkerk. Kijk hier. Hier trouwt gewoon een volle neef met een volle nicht. En dat moeten ze geweten hebben. Dus er is daar vast wel gegicheld op die bruiloft. Maar misschien was het een moedje. Dat is ook niet onmogelijk. Hier heb je een heel rare aparte kwartierstaat. Ja, niet heel apart. Want hier is het niet helemaal neef en nicht. Kijk, dan zet ik het zo even mooi. Dat die zo min mogelijk lijntjes kruisen. Zie je wat ik heb gedaan? Dat doe ik met ctrl-pijltjes toetsen. Dan staat die Floris helemaal los en er kruisen geen lijntjes. En die Lena zet ik dan hierheen. Dat is helemaal duidelijk hoe het zit. Lena is, ja, wel familie, maar het is niet echt een nicht. Het is, dat zijn mooie plaatjes die het boek die je maakt net even iets interessanter maken. Zodat je kan zien, hey, kijk, die twee waren eigenlijk familie. Deze ook weer. Arie van Buhl. Ik zag daar weer een gekke achternaam. Zo, mooie plaatjes maken. Nou, dit is het idee. Van het massaal samenvullen. Doe dit nou niet gelijk met Rotterdam. Lukt echt niet. Dat is veel te veel. Ik heb me een keer gewaagd aan het hele Westland. Dat waren 350.000 personen. Nou, dat was zo ontzettend veel werk. Daar kom je gewoon niet uit. Dat lukt niet. Maar neem nou een leuk dorp van zeg tot 20.000 inwoners. In 1850.
En dan heb je een behapbare klus die ontzettend leuk is om te doen. Nou, het ging allemaal weer heel snel en we hebben een hele hoop gedaan. Maar het goede nieuws is nog steeds: u kunt het allemaal nog terugspoelen en u kunt zelf pauzeren wanneer u wil in dit filmpje. Volgende filmpje gaan we het hebben over de rapportage.